Welkom in Cambodja. Een fascinerend land met een bewogen geschiedenis. Het heeft de reiziger veel te bieden. We beginnen onze reis in Phnom Penh, de hoofdstad gelegen aan de machtige Mekongrivier. Het straatbeeld wordt gedomineerd door brommers. En daar wordt werkelijk alles mee vervoerd. Phnom Penh is een leuke stad om in te verblijven. En er zijn een aantal interessante bezienswaardigheden. Cambodja is een koninkrijk. Een bezoek aan het koninklijk paleis mag dan ook zeker niet ontbreken. De stad staat vol met Frans koloniale gebouwen. Sommige afbrokkelend, andere nog vol in gebruik. Dit zorgt voor een charmant karakter. Maar het zijn vooral de Cambodjanen zelf die een onuitwisbare indruk op je zullen achterlaten. Het dagelijks leven speelt zich af op straat. Hier wordt gegeten, gedronken en runt een manicure haar bedrijf vanaf de stoep. Een populaire sport in het land is volleybal. Het wordt gespeeld door jong en oud. Voor de winkelaars onder ons is een bezoek aan de centrale markt zeker een bezoek waard. Het donkergele gebouw, gebouwd in 1937, is ontworpen door Franse architecten in de Art Deco-stijl. Het is zo ontworpen dat het zelfs op het warmste deel van de dag koel blijft. Er wordt van alles verhandeld. En vergeet vooral niet om af te dingen. S'avonds opent de gezellige avondmarkt. Naast allerlei kledingkraampjes kunt u hier ook heerlijke lokale gerechten proeven en genieten van het entertainment. Nog voor de zon opkomt, beginnen de pleinen en parken vol te stromen met mensen die in groepsverband aan ochtendgymnastiek doen. Het land kent een duister verleden. Het Rode Khmer-regime, onder leiding van Pol Pot, is verantwoordelijk voor een inktzwart hoofdstuk in de geschiedenis van Cambodja. Om dit beter te begrijpen, brengen we een bezoek aan de Killing Fields. Tijdens het regime van de Rode Khmer werden leraren, studenten, stadsbewoners en intellectuelen opgepakt. Op deze verlaten plek werden de gevangenen geëxecuteerd en in massagraven begraven. Het is een even afgrijzelijk als afschrikwekkend beeld. 2 miljoen mensen vonden in 4 jaar tijd de dood. Executieplekken als deze zijn vandaag de dag monumenten. We reizen verder in de richting van Siem Reap, de toegangspoort tot het beroemde Angkor Tempelcomplex. Voordat we hier zullen aankomen, maken we eerst uitgebreid kennis met het schitterende platteland en haar inwoners. De tempels bij Sambor Prai Kuk
dateren uit de 7e eeuw en zijn daarmee ouder dan de Angkortempels die we later zullen bezoeken. Ze bestaan uit talloze tempels, torens, beelden, reliefs en leeuwsculpturen. De ligging in het bos zorgt voor een extra dimensie aan deze toch al mythische plaats. Onderweg passeren we een beeldhouwkunstdorpje. Het is onvoorstelbaar hoe nauwkeurig ze hier enorme Boeddha-beelden hakken uit een enkel stuk steen. We komen aan in Siem Reap, de toegangspoort tot het Angkortempelcomplex en het Tonle Sapmeer. Hoewel het stadje zelf geen bijzondere bezienswaardigheden kent, biedt het de reiziger veel faciliteiten en is het een aangename plek om te verblijven. Er is een ongelooflijke hoeveelheid restaurants en bars die vooral rond de gezellige Old Market liggen. In het hart van het land, op een kleine 5 kilometer afstand van Siem Reap, ligt een enorm meer, het Tonle Sapmeer. Het overgrote deel van de Cambodjanen woont aan of in dit meer in drijvende dorpen, paaldorpen en creatieve woonbootjes. Om in superlatieven over Angkor te spreken is verleidelijk, maar schiet altijd tekort. Het is in alle opzichten een bijzonder bouwwerk, imposant en betoverend. En het hoogtepunt van een reis naar Cambodja. De eerste tempel die we bezoeken is de Taprom. Taprom is grotendeels in dezelfde staat achtergebleven als toen men de tempel herontdekte. Volledig overgenomen door de jungle. De gigantische wortels en lianen hebben de tempel volledig in hun greep. De tweede tempel die we aandoen is de Bayon-tempel met haar 264 gezichten die op 54 torens staan afgebeeld. De Bantay-Srij-tempel is bekend om zijn prachtige, gedetailleerde afwerkingen en reliefs. De tempel is van rood steen gebouwd en zeer fijn bewerkt. De laatste tempel die we aandoen is het wereldberoemde Angkor Wat. Dit is het grootste religieuze monument ter wereld. Het werd oorspronkelijk gebouwd als een hindoe-tempel voor het Khmerrijk en transformeerde geleidelijk aan in een boeddhistische tempel. Angkor is de plaats waar de Khmer-koningen woonden van de 9e tot de 12e eeuw. Angkor was in die tijd een ver ontwikkelde beschaving. Dat is te zien aan de tempels, de bouwwerken en aan het indrukwekkende irrigatiesysteem. Eeuwenlang was het bestaan van Angkor niet meer dan een mythe, totdat
begin 1900 een Franse expeditie de ruïnes ontdekte. Het was een ontdekking voor de westerse wereld, want monniken zijn nadat Angkor verlaten was altijd zorg blijven dragen voor de belangrijkste heiligdommen. Gedurende de koloniale periode werden veel tempels van Angkor gerestaureerd. Een enorm project dat, met uitzondering van de tijd van de Rode Khmer, tot op de dag van vandaag voortduurt. Cambodja is op zichzelf te bezoeken met een privéchauffeur, maar is ook te combineren met Vietnam of Thailand als groepsrondreis. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in dit prachtige land.